Beste mensen, goedemorgen. We zijn weer terug. We gaan nog een dagje in Düsseldorf. We gaan nu weg van het hotel. We staan nu bij de Rijntoren. Hij is 234 meter hoog. Het is het hoogste punt van Düsseldorf. Helaas is hij nog gesloten. Dus we gaan nu terug richting Koningslee. Gaan we auto's kijken. En vanavond gaan we lekker richting de Nürburgring met het groepje. Dus het belooft weer een mooie dag te worden vandaag. Weer terug in Düsseldorf. En ik krijg turbo en heb daar een Tesla in koning. Hallo, kijk wat we daar hebben. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, we hebben dus ontbijt. Goedemorgen. Oké, dus de David Heuvelse Gator net voorbij kwam. Het is voor het laatste spot, 17 februari 2014 en die reed net voorbij. En er zijn er maar 99 van gemaakt. Hier 488, Spider waarvan het dak eraf kwam. Hier een Audi RAV V10. En dan hier een SLM Cabin Roadster. Oké, het is nu 2:30. Ik heb net een tip gekregen dat er ergens in Duitsland de Koenigsegg Gemera wordt gepresenteerd. Er staan ook allemaal hypercars bij. Dus we gaan die kant op en dan even kijken of er nog wat staat en of we nog wat kunnen zien. Ja, dus ik ben benieuwd. Düsseldorf is een beetje rustig, dus we gaan nu die kant op en dan op de gok kijken of daar wat staat. Hier nog een mooie 488. Is dat een racecar? Definitely. Wanna race? Ring of Gdaanburg. We zijn hier met een heel groepje. What the fuck? Zo, wat P1? Nee, doe normaal. Holy shit. Oké, veel goed van naar buiten. Oh, wat ziek dit. We hebben goed geklopt om te gaan, zeg. Had jij dit verwacht? Ik ben gek. Ja, what the fuck. Oké, we lopen nu richting de actie. En we zien vanaf hier al auto's steeds voorbij rijden. Kijk eens, wat gebeurt? Was het een Senna? Wat? Welke kleur? Hé, hey, nog een Senna. Dit is niet normaal. Dit is echt bizar. Dat hebben we toch even goed uitgekozen, ja. Paas van Düsseldorf. Dat is een mooie aan auto's, dat maakt je aan het lachen. Ja. Wat gebeurt hier, joh? Wat gebeurt hier? Hoppa! Regera, Jesco en daarachter een grijze Gemera. En de Senna komt nu het circuit op. Echt joh, waar zijn we beland? Bizar, bizar. We wouden net even teruglopen om de auto te halen, want we kunnen hier gewoon parkeren. Maar we hoorden de Koenigsegg Agera R vol gas voorbij komen. Dus wij even teruglopen en ja, hij kwam weer vol gas voorbij. Nog zo'n bizar geluid in dat ding. En heel onverwacht deze dag. Ging ja. Het weekend in zonder hierheen ja, te gaan. We gaan naar Düsseldorf. Nürburgring ging dan natuurlijk vanavond. En ik kreeg een berichtje via Instagram van je moet hierin komen. We zijn de gok genomen en nou, zeker geen verkeerde keuze ook geweest. Rest nou ja, geen IRS. Thank you.
hoor die Koenigsegg weer. Hij komt zo meteen voorbij, let op. Ja. Komt hij weer, komt hij weer. Zo zijn we half liters. Koenigsegg drankje. Oké. Okay. Echt? Ga je snel van, denk ik. Koenigsegg trailers. Ja. Zeg je de koning? Review. Koenigsegg drank. Nou, ik zie liever zo'n Koenigsegg rijden dan dat ik het drink. Oh, wat heerlijk! Proost op vandaag, hè? Hey, jongens. Wat een dag. Wat een dag, joh. Echt. Mooi leven. En die kleur, hoe is het? Heb ik 50.000 euro. Ik heb vandaag zoveel auto's gezien die ik nog nooit gezien heb. Ja, ja, ze gaan de baan op. Eindelijk na al die uren wachten. We komen ook steeds verder. Van de baan op. Timo, wollen wir nicht noch? Oké, okay, dus het wachten wordt beloond. Alle kennissen zijn net voorbij gekomen. En ook nog een Pagani Huayra Roadster. Alsof alleen Huayra niet genoeg was, hebben we ook nog een Roadster zien dit weekend. Echt bizar. Hey jongens, zie je wel? Yo, naar de ring. We gaan naar de ring, wij gaan nog even naar Pace. We komen nu aan bij Pace. Even kijken of Jesco nog buiten staat. Ja, daar staan ze al buiten. Holy shit. Bizar dit. Dit is echt bizar. Ze zijn aangekomen, worden net van diegene die daar stond de poort open te doen dat de auto's naar Pace gingen. Het is blijkbaar 10 minuten vandaan. Dus hier nogmaals alle Koenigseggs bij elkaar. Het is echt gewoon niet normaal.
voor nog een Koenigsegg. Nou, toch nog aan het aanrijden, joh. Elke keer als je denkt dat het klaar is, dan komt er nog meer. Jesco absoluut, het is net uitgeladen. We mochten geen foto's maken, maar ik heb hem wel even gezien. Zo, het is er mooi geweest voor vandaag. We hebben vandaag auto's gezien, echt niet normaal. Dus we gaan nu lekker naar de Nürburgring. We moeten nog anderhalf uur rijden, een beetje doorrijden. Gaan we daar nog even eten, misschien nog even meeten met wat vrienden. En dan gaan we morgen lekker het circuit op. Dat was de laatste, ook nog even random 9-18. Maar goed, het is tijd om te gaan rijden. Ja, vol gas richting de Nürburgring. Het is nu 9:15, we hebben eindelijk eten. Zijn we weer, hoor. Zelf nog even een meeting. Geweldig. Oké, dan komen jullie dus nu deze Engelsen tegen. Ik ga even een beetje gas geven. En er komen vlammen uit. Thank you.
Hey, dit is wel echt bizar. Ja, dat is insane, man. Zo, we kwamen net dus nog wat Engelsen tegen, even gezellig staan praten. Je rijdt nu weg, M5 en F10. Ja, lekker hoor. Oké, dit was hem weer voor vandaag. Ik zie jullie morgen. Laters.